Dit is Antwerpen Centraal, een nest vol snelstappende entrepreneuren. Het extreme voorbeeld van hoe we in de stad sneller stappen dan daarbuiten. Zie mevrouw, hebt u even tijd? Ja, dank u. Wel, er zijn een aantal mogelijke verklaringen. Eén ervan weten we al is het niet. En dat heeft te maken met hoeveel energie verbruik ik om een meter af te leggen. Dat zou eigenlijk onafhankelijk moeten zijn. Waar het wel mee te maken heeft, is dus andere factoren en met name het hectische van het stadsleven, het moeten halen van deadlines, psychologische factoren eerder dan mechanische of energetische factoren. Het stadsleven, het is gehaast, er worden dingen van ons verwacht. Je ziet overal een klok, ze wordt de hele tijd herinnerd aan de tijd, vandaar. Dus je moet nu ook door? Yes. Heel wat minder gehaast zijn ze in Niel op een half uurtje rijden van Antwerpen. Hier mag het allemaal een beetje trager. Meneer, voor u mag het allemaal wat trager? Ja, hier bij ons op de buiten wel. Dat mag zeker trager. Hè. Het gaat hier ook minder snel te leven. In Antwerpen wordt sneller geleefd. Dat is een stad, dat is normaal. Hè. Hetzelfde fenomeen werd ook al in de jaren 90 vastgesteld. Al zou het verschil intussen in tempo groter zijn geworden. Hoe groter de stad, hoe vlotter de tred. En dus ook omgekeerd. Ik vraag mij altijd af hoe doen ze dat, die onderzoeken? Interviewen ze dat mensen of gaan ze dat mensen na? Want ik heb hier eigenlijk nog niemand in de buitenwijken zien lopen voor te vragen van, u gaat trager. Of met een meterje voor te zien van, hè, hoe rap stapt u? Dus ik zou het niet weten. Dus u gelooft er weinig van? Eigenlijk wel, ja. Sorry, hè.